Dit is ook een aapje. Dat zien we niet zo heel goed, maar dat ziet u dat is heel klein. Ik heb ook geen idee wat voor aapje dit is, hoor. Dit is mij gewoon door de assistent in in de handen geduwd. Zo neem dat maar mee, dat is ook een aap. Zijn mannen slimmer dan vrouwen, omdat ze grotere hersenen hebben. De Universiteit van Nederland presenteert hersenonderzoeker professor Dr. Jeroen Geurts. Dank u zeer. Nou, um, we gaan anatomie doen. Dus u zit nu in een groot anatomie practicum zaal. En uh, uh, het eerste wat we eigenlijk altijd doen bij anatomie is een witte jas aan. En dat, is, dat heb ik echt jarenlang vertikt. Ik dacht dat doe ik gewoon niet, want het is een statussymbool en ik haat statussymbolen. Maar um, het is een statussymbool in het ziekenhuis, al die doktoren die doen dat. Uh, maar in het, in het lab is het eigenlijk geen statussymbool, want het voorkomt eigenlijk gewoon dat je vieze mouwen krijgt. Ja, het is niet meer dan dat. Dus ik ga die jas aandoen. Zo. Dan hoop ik dat u mij nog kunt verstaan. Ja, oké. Okay. Het oh. is ook helemaal niet mijn jas, zie ik nu. Iemand mist zijn jas in mijn afdeling, dat is jammer, maar het is niet anders. Oké, okay. dames en heren, u ziet hier van alles staan. Uh, potjes en pannetjes en modellen. Dit is een mensenbrein. Dit is ook een mensenbrein. Dat kunt u van de, van de, van de onderkant eigenlijk zien. He, met nog bloedvaatjes eraan. Uh, die zijn we eigenlijk constant kwijt hoor, bij die modellen. Dus dat we er nog geen gevonden hebben met bloedvaten, is heel fijn. Um, en ik heb geen, mensen, geen mensenbrein vandaag. Uh, ik, ga het ook even, ik, ik moet het even goed laten zien. Ziet u? Mensenbreinen. Nou, die heb ik niet in die emmer zitten hoor. Want ik dacht, ja, dat is toch wel erg confronterend. Laten we maar beginnen met een kalf. Dus wat ik nu uit deze emmer ga halen is een kalfsbrein. Wie vindt het eng? Wie vindt hersenen eng? Oké, okay, hier op de voorste rij, dat is niet zo. Goed. Dat is niet zo goed gekozen dan, die plek. Verder niemand? Is er maar één iemand bang voor breinen? Oh. Nou, dan bent u beter dan mijn studenten. De, de, de helft valt altijd flauw. Even kijken. Nou. Nou, daar gaan we dames en heren. Dit zijn nou hersentjes. Dan ga ik ze een beetje droog deppen. Dat is een magisch moment altijd, hè? Nou, die vloeistof is verder niet eng hoor. Dus als u ondergespat raakt, dat, uh, dat hoeft u niet. Oké. Okay. Dames en heren, hersenen. Ik kan ze even mooi ook voor de camera laten zien. U ziet, er zitten twee helften op. Eén helft, oh nee, nu moet ik zelf even coördineren. Eén helft en nog een helft. En dan zit aan de achterkant zit nog iets. Ziet u? Dit, dit dingetje hier. En dan zit aan de onderkant, als je daar goed naar kijkt, zit er nog zo'n soort stammetje. Nou, dat is de hersenstam, dat zal u misschien niet verbazen. De hersenstam, die zit hier, is die continu met het ruggenmerg. Dus die hersencellen. Die uh, geven eigenlijk vanuit die hersenen geven die signalen door naar de hersenstam, en dan komen allerlei andere signalen, het zijn allemaal highways die als het ware bij elkaar komen, en die gaan dan door naar het rugmerg, en vanuit het rugmerg treden dan uh, zenuwen naar de spieren uit. Nou, dus twee helften hebben we al gezegd. Um, ik heb hier ook nog een paar andere hersenen staan. Kan ik misschien wel even laten zien? Uh, nou, bijvoorbeeld met dit potje beginnen hier. Dit is een aapje, zo te zien een aapje? Ja, ik weet niet of u het kunt zien. Ik wil het er eigenlijk niet uitpakken, want ik ben zo bang dat het verpulvert in mijn handen. Maar het is, u ziet wel, het is een stuk kleiner hè, dan die, die kalshersenen. Er zijn nog wel meer verschillen. Dat komen we zo even op, denk ik. Heeft u het gezien? Ja, de voorsterij heeft wel privileges. En zij denkt nu, Oh, godverdomme." Oké. Okay. Maar um, er zijn ook nog andere hersenen. Even zien. Uh, dit is ook een aapje. Dat zien we niet zo heel goed, maar dat, ziet u dat is heel klein. Ik heb ook geen idee wat voor aapje dit is, hoor. Dit is mij gewoon door de assistent in, in de handen geduwd. Zo, dus neem dat maar mee. Dat is ook een aap. <laughs> nou, bij deze dan. Um, hier daar heb ik er twee van thuis. Zit het omhulsel er wel nog omheen? Katten. Ja, en u ziet hier een soort, het is ook een heel klein breintje eigenlijk. Hè? Ziet u dat? Ziet u? Heel klein breintje. En u ziet er nog wat omheen hangen. En dat zijn, dat zijn bloedvaten. Die hebben we even losgeprepareerd. Ik ga ook even daar laten zien. Wat zegt u? Zal ik, ik, zou, ik laat het ook even via het cameraatje zien. Ja? Nou, oké. Okay. Ik laat het even via het cameraatje zien. Kan dat? Even zien. Ja. Kan wel, denk ik. Ziet u? Nou, het wordt niet echt een succes. Maar in ieder geval, het is veel kleiner. Dat is, ik zal het een beetje beschrijven ook. Oh, hier. Dit is ook grappig. Wie, wie raadt wat dit is? Een muis. Bijna goed. Rat. Ja. Heel goed. Heel goed. Heel klein breintje. En het grappige is, dit breintje heeft geen ribbeltjes. Dus u ziet, u ziet allemaal, als u zo'n brein ziet, en dat was u misschien al, 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 al eens een keertje tegengekomen, dat er zitten van die ribbeltjes. Waarom zijn die ribbeltjes? Oppervlaktevergroting. U bent echt slimmer dan mijn studenten. Ik zeg het er even bij. Maar eh, dat heeft zo'n ratje niet. Dus dat ratje heeft kennelijk genoeg zenuwcellen in die, in die buitenste lagen zitten. En bij mensen moet u zich voorstellen, er is een voetbalveld. Maar er staat wel een hek omheen, want we hebben nou helemaal geen schedel van eh, een meter doorsnee. Dus dat moet op de een of andere manier moet dat voetbalveld bij elkaar ge gefrommeld worden. En daarom gaat het er zo uitzien. Wat u ook ziet, als u naar mensen kijkt. En dan doe ik weer even dit model erbij. Dat is dat die kleine hersenen... Die zitten, dat zijn die bruine dingen. Kunt u het allemaal goed zien? Niet goed zien. Zal ik het even zo doen? Zo. Die kleine hersenen, die bruine dingen, die zitten onder de grote hersenen. En die, die zitten dus eigenlijk bij ons een beetje hier. En dat is bij dat kalf in ieder geval al niet zo. Bij dat kalf ziet u dat die hersenen er eigen, die kleine hersenen, er eigenlijk achter zitten. En dat die hersenstam. Uh, door min of meer zo uitsteekt. Terwijl bij ons gaat die hersenstam zo naar beneden. Ja, dus het, is ook allemaal, het ziet er allemaal net even iets anders uit, maar het zijn allemaal hersenen en je kunt het ook allemaal meteen herkennen als hersenen. Wat wel leuk is, is dat um, we hebben geloof ik een plaatje van een, uh, van een reukzenuw. Dat is ook nog zo'n um, zo mooi verschilletje om te laten zien. Als je namelijk, ik ga het alvast vertellen, ik weet niet of het plaatje er komt. Uh, maar als je namelijk kijkt naar verschillende... Ja, kijk hier, die hebben we even voor de, uh, voor de toestand hier uh, begonnen, hebben we dit uh, gefotografeerd. Als u kijkt bij uh, katjes, dit is, dit is het kattenbreintje, denk ik. Nou, als je kijkt bij katjes, zie je hier twee hele grote ribbels lopen. Kunt u dat allemaal zien? Nou, die grote dikke ribbels, dat zijn reukzenuwen. En als je bij de mens kijkt... Dit is wel een echt mensenbrein. En dat zit in plastic. Dat is een van die plakken daar. Die mag u straks allemaal uh, uh, gaan bevoelen en zo. Dan is dit de reukzenen. Dus die is veel kleiner. Snappen we ook allemaal? Want een kat, tenminste mijn kat, als je drie straten verderop een blikje eten opentrekt, dan komt die aanrennen. Terwijl ik ruik helemaal niet. Nou, wat we ook gaan doen. Um, ik ga maar snijden, denk ik. Ja, het grappige is trouwens ook hè, dat als je, eh, je zo'n paar hersenen voor je ziet, en die zie ik nogal veel, niet van kalveren trouwens, maar wel van mensen, dan kan je eigenlijk zo herkennen welke het vrouwenbrein is en welke het mannenbrein is. Dat is heel interessant, want de vrouwen zijn gewoon echt kleiner. Ja, mannen, het spijt me zeer, jullie denken dan ook altijd meteen dat jullie dan slimmer zijn, maar dat is niet waar. Het heeft niets met intelligentie te maken. He, grote heeft überhaupt niet zo heel veel met intelligentie te maken. Alhoewel de kat en de muis. Nou ja, we kennen allemaal de tekenfilm Tom en Jerry. Dus uh, het is ook niet gezegd dat de kat altijd slimmer is dan, dan de rat of de muis. Grote zegt op zich natuurlijk wel iets tussen diersoorten. Wij zijn wel slimmer dan die kat. En we hebben ook een groter brein en een ingewikkelder brein dan die kat. Maar zo tussen ons, he, uw brein is misschien. Wat groter dan mijn brein, of kleiner dan mijn brein. Of ik bedoel, ja, we zouden dus een scan moeten maken van, van al uw hoofden om te kijken hoe groot uw brein is. Maar dat zegt niet zo heel veel over hoe slim u bent. Vrouwen hebben meer verbindingen. En dan denken ze altijd dat ze beter kunnen multitasken, maar dat kan niet. Niemand kan multitasken. Dat is echt een neuromythe. We kunnen niet multitasken. We kunnen wel heel snel heen en weer schakelen. En dus het, 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 het standaard idee dat een vrouw met een krijzend kind op de arm en, en haar moeder aan de telefoon in een pand staat te roeren. Ja, sorry voor het seksistische uh, uh, voorbeeld. Maar dat is waar. Dat kan. Dat kunnen ze. Maar die kunnen dat niet omdat ze alles tegelijkertijd kunnen doen. Ze kunnen gewoon veel beter schakelen. Ze hebben meer verbindingen dan mannen. Oké, okay. dat wil ik even zeggen. Dan gaan we. Ja. Bepaalde vragen krijg je altijd weer terug. Um, ik ga gewoon de eerste snede zetten en we kunnen dat, denk ik, zo heel goed zien op de camera. Ja, en ik ga dat doen aan de voorkant. Dit, dames en heren, dit gedeelte, dat is de frontaal kwap. Daar zit heel veel van ons initiatief in. Als we uh, iets willen gaan doen, uh, dan, dan komt dat uit die frontaal kwap. Maar ook als we iets niet moeten doen, komt dat uit die frontaal kwap. He, dus het feit dat wij hier niet. Uh, dat ik hier niet als een wilde ga dansen op het podium, dat is sociale inhibitie en dat komt uit die frontaal kwap. Die is bij mensen heel groot. Je vraagt je af waarom. Nou, um, dan heb je hier eigenlijk de parietaal kwap, die zit een klein beetje meer naar achter. Daar zit ons gevoel voor, uh, nou ja, zou ik maar zeggen, waar ik me bevind ten opzichte van u, He, dus ruimtelijke oriëntatie, is bij mij niet zo goed ontwikkeld. Uh, ik kan zonder de tomtom -tom niet zo heel veel. Nou, dat, zit, dat heeft met die parietaal kwap te maken. Maar ook bijvoorbeeld ons gevoel. He, dus als ik, als ik dat mes oppak, dan voel ik dat in mijn hand liggen. En dat wordt geprocessed in die uh, parietaal kwap. Nou, ik ga gewoon die snede nu zetten, want anders ga ik veel te lang praten. Ik kan dat urenlang doen. Oké, okay, dan gaan we. Eén, twee. Hoppakee. Dan gaan we deze even opzij. En dan zie je eigenlijk deze doorsnede. En dan zie je twee soorten weefsel. Als het goed is. Ja, twee soorten weefsel. Wit in het midden en bruin aan de buitenkant. Grijs aan de buitenkant noemen we dat, want dat is de grijze stof. En in het midden, zult u niet verbazen waarschijnlijk, heet het de witte stof. Ja, anatomen zijn niet heel vindingrijk. Dus. Witte stof en grijze stof. En dan als we een heel klein beetje verder snijden. dan zien we dat er aan de binnenkant ook nog een beetje grijze stof is. Dat ziet u hier. Kunt u dat zien? Nee, niet goed hè. Ik moet daar nog een beetje mee spelen hoor, dames en heren. Zo. Nou. U ziet het hier eigenlijk een klein beetje. Er zit aan de binnenkant ook nog grijze stof. Wat is dat nou, grijze stof en witte stof? Um, daar hebben we een plaatje van. Witte stof bestaat uit. Nee, grijze stof bestaat uit zenuwcellen. Die zitten dus hier aan de buitenkant. Dit is een filmpje, uh, een hersenfilmpje. Uh, dus daar kunnen we het wat beter zien, hè, want ik vermoedde al dat dit niet helemaal goed te zien was. Um, die zit aan de buitenkant. En die witte stof die zit hier aan de binnenkant. En dan is hier ook nog een stukje grijze stof. En dit is nog een stukje grijze stof. En wat is dat nou precies? Daar hebben we ook een plaatje van. Dat zijn zenuwcellen. Die grijze stof, dat zijn zenuwcellichamen. Die zien er gewoon een beetje grauwig uit. Gewoon water met een membraantje eromheen. En dan hebben ze uitgroeiers, uit, uitlopers, moet ik zeggen. Sorry. Ik ben een Limburger, dus dan krijg je dat. Uh, uitlopers. En die uitlopers, daar zit een soort vettig, wittig laagje omheen. Dus als je een snede maakt door een brein, zie je het meteen dat vettig, wittig laagje. Dus daarom heet het witte stof. En ze hebben die uitlopers omdat ze constant. Uh, met elkaar moeten praten, die zenuwcellen. Dus een zenuwcelletje hier moet kunnen praten met een zenuwcelletje daar. En dat gaat via die uitlopers door de witte stof. Nu is natuurlijk de grote vraag, leren we genoeg als we in zo'n brein gaan zitten te kijken? Nou, uh, nee is het antwoord. We hebben tegenwoordig veel uh, betere technieken, uh, veel uh, nauwkeurigere technieken om daarna te kijken, zonder dat je hoeft te wachten tot iemand overlijdt. Um, ook daar hebben we een plaatje van. U ziet hier een filmpje. Dat is echt een heel prachtig filmpje, eigenlijk. En, en daar hoeft u helemaal niet voor te wachten tot iemand overleden is. U hoeft niet uh, die schedel helemaal te, open te maken. U hoeft die, uh, die hersenen er niet uit te halen, en snedens daarin te zetten en dan helemaal uit te gaan vezelen. Dat duurt uren, dagen, weken. Dit is 10 minuten. U legt iemand in een scanner en u ziet al die connecties. En u ziet ook meteen hoe ingewikkeld dat is. Hè? Al die highways door elkaar heen. Die allemaal dus die. Grijze stofgebieden uh, verbinden. Dus onthoudt u, grijze stof, witte stof, hele ingewikkelde verbindingen. Dat is ongeveer het niveau van, van, uh, van het college. Dat geef ik steeds aan. Moet tegenwoordig, als goed docent doe je dat. Oké, okay, we gaan verder. Um, dat is nog een plaatje, want we zijn meteen ook één um, level dieper nu. We zitten in... Die Verbindingen in die netwerken, we zijn nu aan het kijken naar hoe zenuwcellen met elkaar communiceren. Kijk, prachtig, dat gaat namelijk via elektriciteit. Hè? En, en dan snapt u misschien ook meteen waarom dat laagje om die uitloper zit. Dat is als het als het uh, uh, plastic kabeltje om een elektriciteitskabel heen dat geleidt gewoon beter. Dat Is puur geleiding. Oké, okay. dus we doen dit nog steeds, maar dat is eigenlijk omdat we willen snappen hoe die hersenen. Structuren in elkaar zitten, hè? welke puntjes in, in deze graaf, hè? want het is een graven netwerk, uh, er allemaal zijn. Die moeten we sowieso kennen. En dan vervolgens moeten we nog gaan bestuderen hoe hebben die dan allemaal contact met elkaar. En dat is heel erg belangrijk. Die netwerkanalyse, dat is iets wat, wat heel erg modern is en waar we uh, heel erg trots op zijn. Eerst een kleine teaser naar het volgende college. Namelijk de vraag: wat gebeurt er nou precies? Als er ergens in die witte of in die grijze stof iets stuk gaat, wat voor ziektes krijg je dan? Wat voor symptomen krijg je dan? En kunnen we dat snappen op basis van die anatomie?